Welkom in Rotterdam. We zijn vandaag te gast in de warehouse. En ik ga jou alvast laten zien wat dat betekent, wat je allemaal kunt verwachten, hoe leuk het is. Maar ook wat je alvast moet voorbereiden. Want het is allemaal best wel veel wat je allemaal moet kiezen en wat er allemaal te kiezen is. Dus het is best handig als je een beetje voorbereid bent. Dus nou ja, loop lekker mee. Goedemorgen. Goedemorgen. Dankjewel. Hallo, Lisanne. Jochem. Nou, Lisanne, vorige keer was ik uitgenodigd door de wooncoach. En vandaag ben ik een hele dag uitgenodigd in de warehouse. Wat gaat er allemaal gebeuren? Nou, vandaag gaan we weer keuzes maken en dit keer voor de keuken en de badkamer. Dus we beginnen dadelijk met de keukenadviseur en vervolgens gaan we lekker lunchen. En uiteindelijk gaan we naar een badkameradviseur en de tegels. Ja, hey, en aan het einde van de dag, is dan alles bekend wat ik wil? Nou, als het goed is wel, of tenminste de concepten liggen er. En je kan natuurlijk altijd later nog even bellen of een keer terugkomen als je iets wil veranderen. Wat we altijd doen, we plannen 4 uur in voor de keuken en 4 uur voor het sanitair en de tegels. In de agenda plannen we het zo dat mocht je eerder klaar zijn dan die 4 uur, dat je eigenlijk altijd eerder naar een andere adviseur kan. Maar er wordt in elk geval alle tijden gepland voor onze kopers. Als we natuurlijk hier discussies gaan voeren aan tafel, of we voor een bad of voor een douche gaan, ja, dan gaat zo'n afspraak net iets langer duren. Dus daarom zeggen we altijd tegen onze kopers, bereid je heel goed voor, zodat dat soort discussies niet meer aan tafel gevoerd hoeven te worden. En verder zijn de kopers natuurlijk altijd welkom om nog een keer langs te komen, maar om de koper te ontlasten zou het allemaal in één dag moeten kunnen. Waarom zit er vaak haast achter keuzes maken? Nou, we hebben natuurlijk met bepaalde sluitingsdatums te maken. Als je het hebt over een keuken of een badkamer, zijn er heel veel aansluitingen voor nodig. En die worden vaak wel aan het begintraject geplaatst op de bouwplaats. En vandaar dat gewoon ver van tevoren bekend moet zijn. Hoe ziet dat eruit, de samenwerking met Bruinzeel? We beginnen met een 2D-tekening. Dan gaan we kijken van oké, wat is de ruimte? Wat zou jullie wensen? En kan het ook allemaal in de ruimte? Mm-hmm. Vervolgens, als dat helemaal de wens is, dan gaan we de kleuren samenstellen. Blad, frontjes en dergelijke. En dan gaan we het eigenlijk in ons systeem zetten. Dus dan komt er uiteindelijk een mooie 3D-tekening uit. En dat is hopelijk ook dan gelijk de droomkeuken van de koper. En heb je voor mij, een beetje goed voorbereiden, heb je tips? Waar moeten mensen zich op voorbereiden? Tips, onder andere denken vast na van over de opstelling wat je gaat hebben. Is het een L-opstelling, een U-opstelling? Als de ruimte er is, een eiland of een schiereiland, zeg maar. Mm-hmm. Denk vast na, word je iets met een greep, een greeploze keuken of een combinatie ervan. En denk ook goed na over de apparatuur, wat voor apparatuur je in de keuken wilt. Ja, hey, en alles wat hier staat, dat kunnen mensen allemaal kiezen? Ja, alles wat er staat en nog veel meer. Nou Robert, ik ben eigenlijk best wel een beetje nieuwsgierig. Kun je mij iets laten zien van de keukens? Ja. Wat is dit voor kamer? Dat is de stalen kamer, zo we noemen. En hier gaan we eigenlijk de keuken samenstellen qua kleur. Dus hier gaan we kijken naar wat front willen ze. Gaan ze voor een mat front? Gaan ze voor bijvoorbeeld met een houtmotief? Kun je gelijk zien wat je gekozen hebt? Ja. Wij zijn een digitale showroom waarbij je 24 uur per dag, 7 dagen in de week, online sanitaire elementen kunt uitzoeken voor je badkamer en je toilet voor je nieuwbouwwoning. En wat zijn sanitaire elementen? Een lichtbad, een regendouche, eventueel een doucheafscheiding van glas of een bouwkundig muurtje. Dat soort zaken, daar moet je aan denken. Wij hebben een database van ongeveer 8000 artikelen. En met name alle A-merken. Staan er nu bepaalde A-merken niet op, dan kunnen wij die altijd voor de koper toevoegen. Ik ben heel nieuwsgierig. Kun je me meer laten zien? Nou, we kunnen even een rondje lopen. Ja. Tot slot, waar moeten mensen zich nou op voorbereiden voor ze hier op gesprek komen? Nou, wat wij belangrijk vinden is dat de koper vooraf even zich voorbereidt op de indeling van de badkamer. Wat zijn je wensen? Heb je wensen betreft een badmeubel? Wil je een lichtbad of wil je juist een ruime douche? Een regendouche of misschien juist een besparende, duurzame douche? Verder vinden wij het belangrijk dat de koper ingelogd is voor het warehousegesprek, omdat hij zich dan zo goed kan voorbereiden op alle verschillende facetten die de digitale showroom te bieden heeft. Ja. Hey, en hoe gaat het dan? Krijgen ze een inlog daarvoor? Ja, de koper krijgt na de startersbijeenkomst een inlogcode via de mail van info@uhuw.nl. En dan hebben ze toegang tot de portal van de digitale showroom. Wat is er allemaal mogelijk? Natuurlijk de tegelkeuze te maken. Daarin is het heel belangrijk dat ik van tevoren een beetje een beeld krijg van wat de wensen zijn. Dus welke sfeer, welke kleur. Dus daarin is het misschien goed om vast op Pinterest te kijken. En daarbij kijken we dus ook wat de formaten kunnen zijn er ook in de badkamer. Want niet alle
grote tegelformaten passen ook in een badkamer. En daarin helpen wij de kopers op weg. Hey, en alles wat hier staat is mogelijk? Ja, alles wat hier staat is in principe mogelijk, ja. Ja, dus alle vloertegels kunnen ook als wandtegel en als vloertegel. Wandtegels kunnen alleen op de wand. Nou, en daarin adviseer je natuurlijk ook in de voegkleuren, welk type tegel. Maar dat is dus helemaal afhankelijk van de wensen van de klant. Ja. Nou, dat vraagt om een rondleiding, denk ik. Ja, dat klopt. Okay. Wat heb je hier vandaag gedaan? Ik ben vandaag hier voor de badkamer en de toiletten. Is het echt een meerwaarde, de warehouse, voor jou? Ja, vind ik echt. Vind ik echt een hele mooie toevoeging aan het kopen van een huis. Ik ben er zo mee bezig en alles is op één plek. Dat is leuk. Ja, ik ben een zeer groot fan van de warehouse. De innerlijke mens wordt goed verzorgd, goed geluncht hier. Ik krijg zeker een beeld ervan. En ik denk dat als ik thuis aan de slag ga, dat ik het nu meer snap dan gewoon vanuit huis het zelf uitzoeken. Hey Lisanne, super bedankt voor vandaag. Geen dank, ik hoop dat je al je keuzes hebt kunnen maken en dat je dat een fijne dag hebt ervaren. Ja. En ik wens je een hele goede reis terug. Dankjewel. Nou, voor mij zit de dag er dus alweer op. Het is echt super snel gegaan. Het was ook super leuk, super inspirerend. En het allerleukste is dat het voor jou allemaal nog gaat beginnen. Dus ik wens je alvast heel veel succes en veel plezier. En bereid je vooral eventjes goed voor.